voordat u het gasfornuis kunt gebruiken, dient u er zeker van te zijn dat de gasfles geopend is. In uw kampeerauto is voor elk gasapparaat een afsluiting gemonteerd. Om uw fornuis te kunnen gebruiken, dient deze afsluiting op de 12 uur positie te worden gedraaid. Dient de afdekking van het fornuis te zijn geopend, de gasbedienknop op grote of kleine vlam te worden ingesteld en deze knop indrukken. De ontsteking volgt door middel van de drukknop. In voertuigen zonder automatische ontsteking dient u een aansteker of lucifers te gebruiken. Voor het doven van de vlam gewoon de draaiknop op uitzetten. De koelkast werkt op gas, accu of netspanning. Normaal gesproken is het voldoende de keuzeschakelaar op aan van automatisch te zetten. Dan kiest het apparaat zijn eigen energiebron. U kunt dit ook manueel regelen. Onze tip: wanneer u onderweg bent, gebruikt de koelkast de 12 volt boordspanning. Hiervoor moet de hoofdschakelaar van de boordstroom wel op aanstaan. Wanneer u op een stapplaat staat, dan kunt u het beste de 230 volt aansluiting gebruiken. Wanneer er geen stroomaansluiting aanwezig is, dan kunt u de gastand gebruiken. Vergeet in dit laatste geval niet de gaskraan voor de koelkast open te draaien. Om de inhoud van de koelkast veilig te stellen, hebben alle koelkastdeuren een extra sluiting. Let erop dat deze altijd worden gebruikt, ook bij het vriesvak. Ook alle andere deuren en kastkleppen van de keuken dienen tijdens de rit goed te zijn afgesloten.